Ella, welk editprogramma kon jou in jouw kinderjaren bekoren? Ik herinner mij vroeger dat ik dan met mijn zus Dorien naar beneden ging en dat wij zo nog het wachtbeeld hadden van Samson en Gert. Hè, totdat dat begon. Ik denk grote Samson en Gert-fans, ook wel Schuif af, uiteraard. Ja, en wat nog allemaal? Ik herinner mij ook Hey Fa! De boomhut, was dat? Ja. Ja, dat zijn zo de eerste dat ik aan denk. Ja, dat is lang geleden allemaal, hè? Ja, het is lang geleden. Zegt dat iets over mijn leeftijd? Maar ja, als je zegt Samson en Gert, kan dat natuurlijk eender wanneer zijn. Ja, maar ja. We kunnen er niet omheen, hè, Ella. We worden allemaal ouder. Maar we mogen blij zijn dat we ouder worden, hè? Ja. Het is dat. Ella, wat staat er dit jaar eigenlijk allemaal op jouw planning? Want 2020 was een heel gek jaar, maar 2021 is hopelijk toch iets beter? Ja, ik heb eigenlijk wel van alles op de planning staan, maar heel veel is nog niet... Ja, dat is altijd moeilijk, van over wat mocht je al praten en over wat nog niet. Dus er is een toneelstuk dat ik ga spelen in het najaar. De Ideale Wereld loopt nog door, de opnames van de Zillion. Dan ga ik nog een musical doen... En een mini-reeks. Maar ja, dat zijn, ja, dus ik heb eigenlijk best een druk jaar. Ben eigenlijk heel blij. Maar over weinig kan ik al echt details of de titel geven. Dus dat is jammer. Maar musical en theater. Ah, en sorry, voor de kinderen. Ik denk, die komt uit in februari. Doe ik een stemmetje in The Flummels. Een tekenfilm. Ja, Sven Rieder en ik zijn de twee hoofdflummels. Het zijn zo figuurtjes en die zien er een beetje uit als donuts. En die zijn uitgestorven. Ja, en wij willen eigenlijk ervoor zorgen dat ons... Wij gaan tijdreizen om ervoor te zorgen dat de flummels niet uitgeroeid geraken. Dus voilà. En dan trap ik op jouw tenen als ik zeg dat ik jou niet meteen in de musical had verwacht? Nee. Maar wacht, waarom? Bedoelde daarmee dat ik niet kan zingen? Nee, maar dat hebben we nog niet gezien van jou, denk ik. Nee, maar ik heb wel... bij Tegen de Sterren op zongen wij ook, maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Maar zingen en spelen vind ik wel heel leuk en ik wil dat wel heel graag eens doen in mijn leven. Maar bon. En is het een hoofdrol? Nee, maar ik mag er eigenlijk echt nog niks over zeggen. Dus dat is aan mijn tand. Ja, je hebt daar net de naam van Sven de Ridder laten vallen, dus ik denk meteen aan de Sven de Ridder Compagnie. Ah, dat kan. Maar daar mag ik niks over zeggen.